1 juli eindigde het Nederlandse EU-voorzitterschap. Staatssecretaris Van Dam van Landbouw beloofde grote stappen te zetten om lange afstandstransporten in te perken en dierenwelzijn te verbeteren. Wat is er van deze belofte terechtgekomen? Dierenbeschermingsorganisaties Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zürich doen al 5 jaar lang onderzoek naar veetransporten vanuit de Europese Unie naar Turkije. De dieren die hier aankomen, die moeten eerst goedgekeurd worden door dierenartsen bij de grens van Bulgarije. Vervolgens moeten ze naar de grens van Turkije. Daar worden ze weer gecontroleerd. En als dat ook goed is, dan gaan ze hier de grens over. De rustplaats bij de Bulgaarse grens, die is weg. Die is gewoon dicht. Dus de dieren kunnen hier niet worden uitgeladen. De vrachtauto's, het zijn er ongeveer 51 per dag, die hier langskomen met vee. Die gaan daar naartoe om daar uit te rusten of ze rijden door. En die rustplaats waar we daar naartoe gaan, dan kun je zien dat er gemiddeld 3 tot 4 vrachtauto's hun dieren kunnen uitladen. En de rest moet gewoon doorrijden of de dieren in de auto laten zitten. Tussen 2010 en 2015 werden 850.000 runderen vanuit de EU naar Turkije getransporteerd. De dierenarts vertelt mij net dat deze koe hittestress heeft. Je ziet er heel snel ademen en er komt water uit haar neus. Als je hier staat, het stinkt hier zo verschrikkelijk naar ammoniak. En dan moet je voorstellen dat deze dieren daar dus wettelijk gezien 28 uur in mogen staan. Het is echt dieronterend. So what do you think about this transport? The problem is the ventilation system is off, the water system is off, and they just become thirsty, and then you can see the mucus comes from their noses, and it is very bad condition. So water system doesn't work. The water system doesn't work. No. So they don't have water now. We can be sure the tank is full, but they didn't turn the system on. Dus we hebben nu een paar transporten bekeken en iedere transport daar is wel iets mis mee. En hier ook weer. De stahoogte is niet hoog genoeg. Er is een ruimte onder tussen de schotten. Dus als er geremd wordt en een dier komt met zijn poot bijvoorbeeld onder dat schot terecht, nou ja, dan breekt hij het. Hoe is het mogelijk dat wat ik hier gezien heb gecontroleerd is door instanties van 2 verschillende landen, waaronder de Europese Unie? Ja, ja, dat kan je bij sommige transporten wel afvragen. Mag ik dan concluderen dat in ieder geval de regelgeving met betrekking tot 29 uur rijden en dan 24 uur rusten, dat gewoon echt onzin is? Nee, dat kan niet gehandhaafd worden. Dus de EU blijft dieren sturen naar Turkije terwijl ze weten dat hier geen infrastructuur is. Dus ze weten dat het fout gaat, systematisch fout gaat. Het is hier 42 graden geweest deze week? 44, 45 graden. En dan hebben hier natuurlijk geen transporten gereden. Ja, dat zou je denken, want dat mag niet. Hè. Maar het was voller dan ooit. We hebben hier in 3 dagen tijd hebben we hier 4 dode dieren meegemaakt, volwassen dieren. We hebben een aantal kalfjes geboren zien worden. Kijk, 4 of 5 kalveren die geboren zijn in de truck. En ja, dat is allemaal een combinatie van stress, van hitte, van het feit dat die beesten totaal uitgeput zijn. Margreet, wat heb ik niet gezien? Het is jammer dat je geen slachtdieren hebt gezien, want die zijn eigenlijk van heel weinig waarde. Dus dat betekent dat ja, die krijgen nauwelijks eten, die krijgen weinig drinken. Die eten soms letterlijk, dat hebben wij deze week gezien, hun eigen uitwerpselen. Zo dorstig en hongerig als ze zijn. En dat zijn dieren uit de EU waarvan wij toestaan dat ze die hele lange reis moeten maken. Met als enig doel dat ze hier geslacht worden. Bij 70% van de veetransporten is er sprake van wetsovertredingen. Hier wordt echter niet tegen opgetreden. Met alle gevolgen van dien. En 1 bevalling was ingezet, dus er stak een pootje uit. En op een gegeven moment heeft de chauffeur besloten om het kalf wat de koe wat te helpen met de bevalling. Wat op zich ook normaal is. Dus dan ga je met de weeën wat meetrekken. Dat lukte niet. En eigenlijk
moesten ze op dat moment stoppen. Hebben ze niet gedaan. De chauffeur wilde dat wel, maar er kwamen een paar stevige chauffeurs die er eens extra aan gingen hangen. Totdat wij met onze organisaties zijn gaan gillen letterlijk dat ze moesten stoppen. We hebben toen een dierenarts gebeld. Die is gekomen. Het kalf bleek toen al dood te zijn. De koe is uit de truck gehaald. Er is een keizersnede op toegepast. Toen bleek dat door het trekken aan het kalf de baarmoeder helemaal uitgescheurd was. En dat die koe binnen een uur ook dood zou gaan. Dus dan krijg je de vraag van kan het geëuthaniseerd worden? Nee, dat kan niet in Turkije. Dus dat wordt een slacht, een onverdoofd rituele slacht. Dat wilden ze in een slachthuis doen. Dus de koe waar letterlijk de ingewanden uit, de uterus uithing, wilden ze in een truck laden en naar het slachthuis brengen om haar daar te slachten. Wij hebben gezegd, dat vinden wij onacceptabel. Op een gegeven moment hebben we een compromis gevonden dat ze haar op de truck hier zouden slachten. En is ze dus hier de keel doorgesneden en is hier leeggebloed. Dus zij heeft nog een akelige dood gehad en ja, het was gewoon als toen. Dit moet echt stoppen, want dit is waanzin. Echt waanzin. Wat de grote stappen nu precies zijn, waar staatssecretaris Van Dam op doelde, is volstrekt onduidelijk. De situatie aan de grens is op zijn zacht gezegd schrijnend. En de dieren hier zijn letterlijk aan de goden overgeleverd.